Sometimes you have a noisy neighbor. In 2009 liet toenmalig Manchester United-manager Alex Ferguson zich minachtend uit over de kleine buren van Manchester City. 9 jaar later zijn de Citizens uitgegroeid van een kleine Engelse club tot een mondiaal merk. City spendeerde ruim 1 miljard aan transfers, staat voor de 2e keer in de kwartfinales van de Champions League en wint binnenkort zijn 3e titel in de Premier League. Het succesverhaal start in 2008, wanneer Sheikh Mansour met zijn Abu Dhabi Group Manchester City overneemt en met grote ambities voorzitter wordt. Hij wil van City de grootste voetbalclub ter wereld maken. Cruciaal in dit verhaal is de aanstelling van de Spanjaard Ferran Soriano als CEO in 2012. Soriano maakt de naam als algemeen directeur bij FC Barcelona. Zijn expansiedrang botste er met de conservatieve socio's, maar voor zijn laatste wapenfeit bij Barça moeten die hem dankbaar zijn. Net voor zijn vertrek stelt Soriano de meest succesvolle coach aan in de geschiedenis van Barça, Pep Guardiola. Soriano denkt op een andere manier over voetbal. The business model looks similar to the business model of Walt Disney or Warner Bros. You know, Walt Disney has characters, Mickey Mouse, or Warner Bros, Bugs Bunny. With a character, they do TV programs, movies. They have theme parks, they sell shirts and caps. A football club does the same thing. We don't have Mickey Mouse. We have Sergio Agüero. Kort na zijn aanstelling bij Manchester City sticht Soriano een voetbalclub in de Verenigde Staten, New York City. Intussen heeft de City Football Group, de overkoepelende holding, belangen in 6 clubs op 5 verschillende continenten. De hoofdmacht in Manchester, New York City in de Verenigde Staten, het Australische Melbourne City, het Japanse Yokohama Marinos en Atlético Torque uit Uruguay. Daar komt later ook nog het Spaanse Girona bij, een Catalaanse club die uitkomt in La Liga. Pere Guardiola, broer van, krijgt er de leiding in handen. Op termijn wil de City Football Group in elk continent minstens 2 clubs. Het onderliggende idee heet glocalisering. Het wereldwijde merk Manchester City tot bij de fans brengen, die overal ter wereld verspreid zitten. The key for this industry today is not whether a boy, a little boy in Barcelona or in Manchester or in Milano is going to buy the shirt of AC Milan or Inter Milan. This is a small market. It doesn't matter. The real question is, what are they going to buy in China? What in the US? This is a different league. It's a global league for global brands. De clubs krijgen allemaal de identiteit van Manchester City. Alle vaak jonge spelers bij de verschillende clubs krijgen de huisstijl van de grote Engelse broer aangeleerd. Ze komen uiteraard niet allemaal in aanmerking voor een carrière bij de hoofdmacht. Maar door hen ervaring te laten opdoen bij clubs als Girona en New York City, kan de holding hen met een meerwaarde doorverkopen. De ultieme droom van Ferran Soriano is om van Manchester City een wereldwijde multinational te maken. Op commercieel vlak zijn de Citizens alvast op goede weg. Maar spelers en supporters dromen ongetwijfeld vooral van sportief succes. Te beginnen met winst in de Champions League dit jaar.